Kinderen moeten op school niet alleen worden begeleid, maar ook het sociaal aspect worden bijgebracht. De driedaagse back-to-school activiteit voor kinderen van 8 verschillende wijken door Stichting RUMAS heeft daarom als doel kinderen het belang van studeren in combinatie met andere maatschappelijke pijlers aan te leren. Voorafgaand aan deze activiteit werden ouders getraind om beter te kunnen omgaan met hun kinderen. Emmy Hart, directrice van Stichting RUMAS, zei aan onze redactie dat deze activiteit belangrijk is voor de algemene vorming van kinderen. Bovendien helpt dit ook een balans te creëren in het nuchter denken en creatief bezig zijn. De toekomst van ons land is in gevaar, dus elke hulp kan hier een verbetering in brengen, stelt Hart. En daarom wil ik iedereen oproepen, hoe dan ook, geld of geen geld. Soms heb je geen geld nodig om aan de toekomst van morgen te werken. Ik wil iedereen vragen om in alles wat ze bezitten, om te investeren in onze kinderen. Want die kinderen hebben het nodig, de gemeenschap heeft het nodig, de scholen hebben het nodig, Suriname heeft onze kinderen nodig. En de kinderen kunnen niet op zichzelf werken, de kinderen hebben de volwassenen nodig, ze hebben beleidsmakers nodig, ze hebben de regering nodig, ze hebben de leerkrachten nodig. Al met al, kinderen zijn kinderen en daarom willen wij als volwassenen opkomen voor die kinderen, voor een beter Suriname. Jenny Sjeukalam, medewerker van Stichting RUMAS, voegt er hieraan toe om van huis uit een goed fundament te leggen voor het kind. Eenmaal in de maatschappij terechtgekomen, zal het fundament het kind helpen bij het maken van positieve keuzes. Dat die kinderen uit huis gaan, bid, spreek een zegen uit over je kinderen. Want wat je met je mond zegt, op beleid over je kinderen, zo zullen de kinderen worden. Dus wees positief en spreek positiviteit uit in de kinderen, voordat ze het huis verlaten. De Stichting RUMAS hoopt in de toekomst nog meer van zulke projecten uit te voeren, ter versterking van de jeugd van Suriname.